Hoi, bij deze video gaat het om het rekenen met vectoren, in het bijzonder met een coördinaten. Maar dat leggen we uit aan de hand van een voorbeeld. Je hebt dat bijvoorbeeld nodig als je het zwaartepunt van een object wil uitrekenen. In ieder geval in dit voorbeeld heb je het nodig als je het zwaartepunt van een object wil uitrekenen. Ons object vandaag is een starre driehoek met op de hoekpunten gewichten. Namelijk het ene hoekpunt een gewicht van 1, andere hoekpunt gewicht van 2 en tot slot een hoekpunt met gewicht 3. En het zwaartepunt is eigenlijk het punt waar je die driehoek kan ondersteunen, precies dat punt, zodat die balanceert. En dat zouden we wel willen weten. De locatie van die punten wordt hier ook weergegeven dan door de coördinaten. We hebben hier 4,1,0, daar 0,7,2 en hier 0, min 4, 2. En ergens in die driehoek vermoed ik een zwaartepunt. In sommige gevallen ligt het er misschien wel buiten, maar in dit geval ligt het er zeker in. En laten we maar eens kijken wat er gebeurt. Jullie hebben daarvoor in het boek deze formule hier gezien. En jullie hebben hem zelfs met een sommatieteken gezien. Dat heb ik hier weggelaten, want we hebben drie objecten. Dus die som die loopt gewoon door tot en met 3. En je ziet daar sommige entiteiten zijn vectoren. Dit is namelijk uiteindelijk de locatie. Deze vector komt uit daar waar het zwaartepunt in is. En deze vectoren zijn de vectoren naar die punten. In het vlak. En dit hier zijn de massa's. Dus m1 is 1, m2 is 2, m3 is 3 in ons voorbeeld. En die grote m hier, dat is de som van de massa's. Dus m is in dit geval m1 plus m2 plus m3. En dat kunnen we meteen wel uitrekenen. Want we hebben gewichten van 1, 2 en 3. Dus dat is in dit geval 1 plus 2 plus 3 is 6. Oké, laten we even zien hoe dat er dan uit gaat zien als je deze berekening uitvoert. Want sommige zullen getallen zijn en sommige zullen vectoren zijn. Die grote vector R is dus 1 gedeeld door M, dat is 1 zesde, keer de massa van het eerste gewichtje. Dat zit hier in de hoekpunt van de driehoek. Dat was 1. Dus met gewicht 1 wegen we eigenlijk die vector 4,1,0 mee. Dan met gewicht 2, m2, wegen we de volgende vector mee. Dat is r2 dan in dit geval, 0, min 4,2. En tot slot met gewicht 3, het derde punt, 3 keer 0,7,2. En dan niet vergeten een grote haak sluiten. Oké, dus je hebt je wat ze noemen scalair vermenigvuldigen. En straks nog het optellen van vectoren. Nou, hoe gaat dat? 1 keer dit, dat is een makkie. Dat is natuurlijk gewoon 4,1,0, kan ik overnemen. Plus 2 keer, dat betekent dat ik elke coördinaat met 2 moet vermenigvuldigen. 2 keer 0 is gewoon 0. 2 keer min 4 geeft me min 8. En 2 keer die 2 geeft me een 4. En tot slot 3 keer deze hele vector. Ook weer elke coördinaat keer 3 geeft me 3 keer 0 is 0. 3 keer 7 is 21. En 3 keer 2 is 6. Haakje sluiten. Vectoren optellen doe je coördinaatsgewijs. Dus ik ga eerst alle x-coördinaten bij elkaar optellen. 4 plus 0 plus 0. Dat was een makkie. Dat is 4. Dan de y-coördinaten. 1 plus min 8 plus 21. Dan mag ik volgens mij gewoon 7 van 21 afhalen. Hou ik nog 14 over. En tot slot 0 plus 4 plus 6 is 10. Oké, in feite delen we nu een vector door een getal. Keer 1 zesde is hetzelfde als delen door 6. En dat doe je ook gewoon weer coördinaatsgewijs. Geef me een 4 zesde, 14 zesde, 10 zesde. En dat moeten we natuurlijk wel vereenvoudigen. Dus dat wordt een 2 derde, 2 zesde is 1 derde, dus 2 1 derde, 1 4 zesde is 2 derde. 1 2 derde. Zo. En het zwaartepunt, dat zit dus precies hier. Maar de essentie van de film zit hem in het scalair vermenigvuldigen, het optellen en hier ook nog met een breuk vermenigvuldigen, dat je dat goed begrijpt. Dus succes ermee!